Een fel debat over voltooid leven afgelopen woensdag in de Tweede Kamer. En ook het Koningshuis ligt daar flink onder vuur. Moeten we als christenen de koning misschien wel blijven steunen? Dit is Uitgelicht. Goedenavond. De christelijke partijen stonden er betrekkelijk alleen voor afgelopen woensdag tijdens het debat over levenseinde. In tegenstelling tot bijna alle andere partijen pleiten ChristenUnie, SGP en CDA ervoor om de euthanasiewet niet te verruimen. Bij ons in de studio, Eppo Bruins, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, jullie stonden er betrekkelijk alleen voor. Ja. Voelde dat ook zo? Ja, dat voelde best wel zo. Er is lang gedebatteerd over voltooid leven, over levenseinde, over stervenshulp, levenshulp, hoe je het maar wilt noemen. En uiteindelijk sta je als christelijke partijen dan alleen en de rest is tegen je. En ja. Dat is een hele scherpe scheidslijn was dat. Ja. Ja, Kees van der Staaij die heeft dan ook een motie van afkeuring, een soort gele kaart naar de regering uitgestoken. Ja. Die werd alleen door jullie ondertekend en ondersteund ja. ook. Ja, SGP en ChristenUnie inderdaad. Ja. Ja. Ja, wij hadden een motie van afkeuring, zoals dat heet. Dat is eigenlijk dat je zegt van nou, het beleid van deze minister, dat stuit ons zo tegen de borst. Daar kunnen we niet mee leven. Dus wat anders dan een motie van wantrouwen? Motie van wantrouwen is meestal tegen een persoon of tegen het hele kabinet of tegen een minister. Een motie van afkeuring gaat vaak tegen het beleid van de minister, niet tegen de persoon zelf. En dit beleid dit is zo onbestaanbaar voor ons wat hier gebeurt, dat we samen met de SGP, en dat doen we zelden, dat we een motie van afkeuring hebben ingediend. Ja, ja. Dat werd dus alleen door jullie twee ondersteund, de twee partijen ondersteund. Ook het CDA, ook een christelijke partij, die ook wel echt fel tegen dit beleid eigenlijk is, die steunde die motie niet. Ja, stoot dat ook niet een beetje tegen de borst? Het is me tegengevallen, het heeft me ook verbaasd. Uiteindelijk stonden we dus met 8 zetels tegenover 142. Ja. En CDA, met toch de C in haar naam, die met de motie van afkeuring niet meeging, het heeft me verbaasd. Ik snap dat niet voor een christelijke partij. Ja, gaan we daar dan wel ook weer met elkaar over in gesprek? Of? We zijn altijd met elkaar in gesprek natuurlijk in de Tweede Kamer. We zijn goede collega's en over heel veel denken we hetzelfde. Maar toch heeft blijkbaar het CDA hier niet hard een nee durven neerleggen. Wat ChristenUnie en SGP wel hebben gedaan. Ja, dat harde nee. Het zijn 8 zetels dan nu die nee zeggen tegen 142 die dat doen niet. Zijn we dan niet ook een beetje roepende in de woestijn? Misschien zijn wij dus op dit punt inderdaad roepende in de woestijn. Maar misschien is dat ook wel je rol als christelijke partijen. Juist ook wanneer christenen in een minderheid zijn. Om juist te roepen. We mogen niet stoppen met roepen. Dit is zo belangrijk. Dit gaat over wat voor maatschappij willen we met z'n allen zijn. En hoe willen we met ouderen omgaan. En hoe gaan we met het leven om en het einde van het leven. Dit is zo cruciaal. Daar moet je maar roepen in de woestijn. Ja, jullie hielden je ook heel erg vast aan dat rapport van de commissie Snabel. Dat in begin dit jaar gepubliceerd is. Die heeft een breed onderzoek gedaan en alle voor's en tegen's afgewogen. En gezegd van nou, het lijkt mij niet verstandig of ons niet verstandig als commissie om deze wet in te voeren. De minister Schippers legt dat rapport naast zich neer. Waarom doet minister Schippers dat eigenlijk? Zo'n mooi afgewogen rapport. Ja, professor Snabel heeft gezegd de huidige euthanasiewet voldoet. Er is geen reden om te verruimen. Waarom doet Schippers dat? Dit raakt zo aan hoe je naar de mens kijkt en hoe je naar het leven kijkt, dat een waarom-vraag best wel heel moeilijk is. Blijkbaar kijkt zij anders naar het levenseinde. En zij redeneert heel erg vanuit het liberale principe. Je gaat over je eigen leven en over je eigen lichaam. En voor christenen is leven altijd nog iets heiligs. En staat God uiteindelijk aan het eind. Hij is de machtige God en de eeuwige en de schepper ook van jouw lichaam. En dat is zo'n andere manier van kijken naar leven en naar hoe je met je lichaam omgaat. Dat we daar blijkbaar, daar zit zo'n grote kloof tussen, dat we daar ook niet meer bij elkaar kunnen komen. Ja. Iemand anders die ook inderdaad daar heel ver van af staat, is Pia Dijkstra. Zij twitterde afgelopen debat, boodschap van de christelijke partijen aan mensen met stervenswens, voltooid leven, zoek het zelf maar uit. Ja, dat doet enorm pijn als je zo'n tweet ziet. Maar het bijzondere is dus dat Pia Dijkstra ziet dus de christelijke partijen als
kil en koel en onbarmhartig. Omdat wij mensen niet dood willen laten gaan als ze dat wensen. Terwijl dat toch hun goed recht is. Terwijl wij vanuit christelijke partijen het heel moeilijk vinden wat Pia Dijkstra zegt. Namelijk, geef nou zo'n pil als mensen dat willen, daar hebben ze recht op. Dat vinden wij weer heel kil en koel overkomen. Dus we snappen elkaar daarin niet. En dat toont dus aan dat het ook van haar kant een haast religieuze overtuiging is over, op het gebied van zelfbeschikking van de mens. Ja, kunnen jullie daar dan uitkomen uiteindelijk? Jullie debatteren daar met 150 man in zo'n kamer. Kunnen jullie dan over dit soort wezenlijke dingen uitkomen? Of moeten jullie uiteindelijk neerleggen bij een beslissing? Nou, dit is zo wezenlijk dat je eigenlijk niet tot een compromis kunt komen. Dit gaat tot in de diepste vezels van wie je bent en hoe je kijkt naar het leven en naar de mens en naar je geloof. Dus je kan hier nooit een compromis op sluiten. Dit zijn gewoon twee wereldbeschouwingen die botsen. Dit zijn de liberale, de neoliberale, moderne 21e eeuwse mensen zonder God. En dit zijn de christenen met een God. En dat komt op dit vlak niet bij elkaar, denk ik. Ja, lastig. Ik wens u er heel veel succes mee, ook in het debat. Uw partij natuurlijk. Een ander onderwerp, ook heftig debat in de Tweede Kamer afgelopen week, was het Koningshuis. Ja. En dan ging het met name over de hoogte van de uitkering van Amalia, die als zij 18 is, onze kroonprinses, dan krijgt ze 1,5 miljoen per jaar. Om te besteden aan personeel en eigen zakgeld werd het genoemd. Waarom krijgen ze eigenlijk zoveel geld? 1,5 miljoen voor een 18-jarige. Nou, het is belangrijk om als eerste te zeggen hoe waardevol het Koninklijk Huis is voor ons land. Het is een van de laatste symbolen van ons land die ons als land en als volk bij elkaar houdt. Het Koninklijk Huis is waardevol als symbool voor onze natie. Maar ook economisch gezien zijn ze heel waardevol, want de koning doet heel veel goed werk voor bedrijven in het buitenland, gaat mee op handelsmissies, opent deuren waar ze anders gesloten zouden zijn. Dus het levert ook een heleboel op. Maar dat is de koning. Dat is de koning. Ons boegbeeld. Ja. We hebben het nu over de kroonprinses. We hebben het over onze toekomstige koningin. Ja. Kijk, en 1,5 miljoen is natuurlijk heel veel geld. Maar er zijn ook allerlei dingen die ze daarvan moet betalen. Ze heeft ook een staf die haar ondersteunt. En zij gaat met 18 jaar echt ons volk al dienen. En ze gaat activiteiten voor ons volk uitvoeren en uitoefenen. Ja, maar daarnaast heeft ze ook haar eigen studie die ze gaat volgen. Haar vrienden, vriendinnen, waar ze waarschijnlijk mee op pad gaat. Ja. En is dan zo'n uitkering, 1,2 miljoen is dan voor alle zaken eromheen. Maar 2,5 ton is voor haar. Ja. Dat is best veel zakgeld. Nou, wat vooral heel belangrijk is, en daar ging ook dat debat over, is de onduidelijkheid. Hoeveel is het nou precies? En hoeveel belasting betalen ze nou of betalen ze niet? En worden ze daar nou voor gecompenseerd? En hoeveel kost dat Koninklijk Huis nou eigenlijk? En dat is zo kwalijk. Want iedere keer als dat opkomt, dat gedoe, dan schaadt dat het Koninklijk Huis. En ik denk dat het heel slecht is voor ons land. ChristenUnie staat pal achter ons Koninklijk Huis. We houden van de Oranjes. En dat gedoe telkens maar over dat geld en hoeveel is het nou. Het moet gewoon klip en klaar zijn. Hoeveel gaat daar naartoe? Waarom is dat zo? En dit is de afspraak die we maken. Ja, maar dat zal ook een deel privé zijn. Natuurlijk. Kijk, we moeten ook bedenken, deze mensen geven hun hele leven aan ons land. Van kinds af aan, 24 uur per dag. Het is ook wel een hele bijzondere baan. Het is meer dan een baan. Dat zei Rutte gisteren ook al. Inderdaad, het is grondwettelijk vastgelegd. Ja. Je wordt geboren en je staat al in de grondwet. Het is nogal wat. Ja. En dat mag wat kosten, maar het levert bovendien ons land ook ontzettend veel op. Maar laten we alsjeblieft ervoor pleiten dat er helderheid is over hoeveel kost ons Koninklijk Huis. En laten we daar een goede afspraak over maken. Ja. U zei net ook al, wij als ChristenUnie staan pal achter het Koninklijk Huis, achter de Oranjes. Misschien heel flauw gezegd, maar in de Bijbel waarschuwt God al voor onze koningen dat ze ons wat kosten. Ja. Als het volk Israël aan Samuel vraagt, wij willen een koning, dan zegt God tegen hen, zij willen een koning. Ze verwerpen mij dan als koning. Ja. Is het dan wel verstandig om als christenen dan zo pal achter zo'n koning te blijven staan? Ja, koningen en heersers, dat zijn hele, hele bijzondere personen in de Bijbel. We weten natuurlijk niet heel veel van het privéleven van de koning en ook zeker niet van zijn diepste zielenroerselen, maar we hebben echt wel het idee dat we nog steeds een christelijke koning hebben. En daar zijn we heel dankbaar voor. En ik denk dat het een grote zegen voor ons land is om een koningshuis te hebben dat een diepe verbondenheid heeft met de kerk. En dat is zo waardevol voor ons land.
En ik denk ook dat we die zegen ook voor de komende jaren nodig hebben om ons land bij elkaar te hebben. Want er zijn diepe kloven, er zijn grote verschillen, allochtoon, autochtoon, arm en rijk, jong en oud. En dan hebben we een koning, we hebben een koningshuis dat ons verbindt. En zie eens wat een feest het altijd nog is op Koningsdag. En dat is toch wat ons land wel heel mooi maakt. Is dit dan ook een beetje de nieuwe rol van het koningshuis? Vroeger moesten ze ten strijde trekken, maar dit is misschien de nieuwe rol van het koningshuis? Absoluut. Kijk, koning Willem-Alexander is echt een hele moderne koning. En hij heeft zo goed door dat hij de verbindende rol is in dit land. Boven al dat gehakketak van politieke partijen en alles wat er gebeurt in de samenleving, is hij die verbindende factor. En hij is er ook op de juiste moment, op de juiste plek. En daar heeft hij zo'n feilloos gevoel voor. Ik vind het werkelijk van een enorme grootsheid. Moeten we waarderen. Ja, absoluut. Ja, grootsheid, ProRail. Ook een groot groot bedrijf. Ja. Waar veel mis is. En het kabinet zegt nu, het gaat zoveel mis, wij halen het weer in huis. Ja, het is een hele bijzondere stap. U zegt, we halen het weer in huis. Maar sinds dat wij spoorwegen hebben, sinds 1840... hebben de spoorwegen nooit onder de overheid gehangen. Het is altijd eigenlijk een bedrijf geweest. Eerst de Nederlandse spoorwegen, later zijn de NS en ProRail gesplitst. En wat er nu eigenlijk gebeurt... Maar de overheid had wel een dikke vinger in de pap. Ja, en dat hebben ze nog steeds. En wat er nu eigenlijk gebeurt is voor het eerst in de geschiedenis van de spoorwegen, zegt de overheid, en nu zijn we het gedoe helemaal zat. We willen dat ProRail direct onder de overheid komt hangen. Dat is nogal een historische stap. En de grote vraag is natuurlijk, gaan we dat merken als klant? Wordt de trein daar een stuk beter van? Hebben we straks minder storingen? En het bezwaar wat ik op dit moment heb tegen de stap die staatssecretaris Dijksma maakt, is, zij zegt, ProRail moet onder de overheid komen te hangen, maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat het dan beter wordt. Op het ministerie lopen bijzonder weinig technici rond die verstand hebben van spoor. Dus als je direct dat ministerie erboven hangt, wordt het dan wel beter. En wat ik dus mis in dat hele verhaal is, staat die klant wel centraal? Staan wij als passagiers centraal? Krijgen we straks betere treinen, beter spoor? Ja, maar als je kijkt naar Rijkswaterstaat, die onze wegen beheren, dat doen ze bijzonder goed. We hebben de beste wegen van de wereld. En als we daarna de grens over gaan, voelen we de hobbeltjes. Dus misschien kunnen ze dit ook wel heel goed met het spoor. Ja. Nou, het interessante is, we hebben het drukst brede spoorwegennet van de wereld. Ja. De treinen zitten zo dicht op elkaar, het kan haast niet dichter op elkaar. En files op het spoor, die zie je niet, maar ze zijn er wel degelijk. Hè. Wanneer er ergens een vertraging is, dat heeft dat een enorm sneeuwbaleffect. Dus wat ProRail en de NS doen, is eigenlijk heel erg knap. We mogen echt super trots zijn op de duizenden conducteurs en machinisten en de mensen die daar dagelijks ons vervoeren. Maar waar het om gaat, is dat er eigenlijk op allerlei plekken een stuk technische expertise mist om het nog beter te maken. Om ervoor te zorgen dat er vernieuwing is. Want het onderhoud op het spoor loopt gewoon enorm achter. En daar trekt de overheid ook weinig geld voor uit. Ja. En de vraag is, wordt het wel beter als het onder het ministerie komt hangen? Dus wat ik eis van staatssecretaris Dijksma is dat we alle scenario's op een rij krijgen van hoe gaan we het doen en waarom wordt het beter en wanneer staat de klant centraal. En een van die scenario's is ook, wat gebeurt er als we het niet onder de overheid trekken? En die stap, die slaat staatssecretaris Dijksma helemaal over. Dit moet gewoon op een nette manier gemanaged worden door de overheid. En niet om een of andere politieke reden, laten we maar weer eens wat veranderen. Ja. Want daar wordt de klant niet beter van. Er is ook nog sinds kort een nieuw bestuur bij ProRail. En die hebben eigenlijk niet eens de tijd om te vernieuwen. De nieuwe algemeen directeur daar is net begonnen. Ik hoor en ik zie dat er verbeteringen zijn daar in de bedrijfsvoering. Die man die heeft nog niet de kans gehad om te laten zien, het kan ook anders. Dus mijn idee zou zijn, werk nou rustig de scenario's uit. En wat mij betreft mag ProRail best onder de overheid vallen. Maar laten we eerst kijken wat nou de consequenties zijn, de gevolgen zijn van veranderingen. Want als we weer gaan sleutelen aan het spoor, dan weet je één ding zeker, dan komen er weer meer vertragingen. En dat willen we niet. Ja, maar goed, nu is het ook niet helemaal geweldig, want we kennen de projecten van de stations die allemaal de budgetten overstijgen, veel vertragingen en dat soort dingen. Dus het is nu ook niet echt geweldig. Dat klopt. Dus dan kan het toch alleen maar beter worden, zou je zeggen? Het kan niet alleen maar beter worden. Het kan, als je nagaat dat 96% van de treinen op tijd rijdt, dan kan het vooral heel veel slechter worden. En wat ik wil is dat de klant centraal staat in dit hele verhaal en dat de staatssecretaris daar ook rekening mee houdt. En niet alleen maar om een politieke reden nu een stap zet en ProRail dichter bij zich trekt. Eerst goed nadenken voordat we onomkeerbare stappen zetten. En dan kunnen we allemaal weer op tijd met de trein. Dat is in ieder geval de bedoeling. De klant moet centraal. Oké, heel erg bedankt voor uw komst naar de studio en voor uw uitleg. Dank u wel.
U heel erg bedankt voor het kijken. Dit was Uitgelicht voor deze week. Maandag zijn we er weer met nieuwe afleveringen van Uitgelicht. Tot dan.